Nee, maar eigenlijk zou mijn vriendin moeten bij zitten, want die zou dat kunnen beamen. Normaal vlieg ik in haar armen en van, hou mij vast en red mij en breng mij levend aan de andere kant. Nee, het is wel echt zo. Ja. Ik heb geen nagels meer als ik aangekomen ben. Mm-hmm. Ik ben dan blij dat ik aangekomen ben, maar mijn nagels zijn weg. Goed. Goed. Of niet. Eigenlijk niet. We hebben nu ons filmpje vooral geconcentreerd op jouw angst. Maar we hebben heel eventjes gezien dat Paul Liekes, dat bent u, dat u daar bezig geweest bent met iets. De techniek heet NLP. De techniek, dit is een klein onderdeel van NLP, ja. Ja, neurolinguistisch programmeren. Zo is het, ja. Neuro, denk ik, zenuwstelsel. Ja. Linguistisch taal. De taal, ja. Mm-hmm. Programmeren, je gaat iets herorganiseren. Wat gebeurt er precies? Wel, in 1970 hè, zijn er een paar kerels, Amerikanen, erachter gekomen dat iedereen op een bepaalde manier de dingen ziet. En dat dat voor iedereen verschillend is. Dat wat wij hier hebben als beeld, als map, hè, dat het absoluut niks te maken heeft met wat daar staat. Dat wij dat vervormen en filteren en doen. En in feite is NLP de studie van die subjectieve werkelijkheid. Subjectief, omdat bijvoorbeeld als daar een muis is, hè, als hier een muis loopt, dan gaan sommige mensen aan het plafond springen en anderen gaan dan misschien een koekje geven. Dus het ligt niet aan de muis. Het is niet de muis die belangrijk is, maar het idee dat wij hebben van de muis. Ja. En sommige mensen maken het groter en enger dan dat het is. Als iemand een fobie heeft, dan krijgen die een soort automatische tunnelvision. Ja. En dan is het enige wat ze zien, is de muis. Ze zien dus geen uitgangen, ze zien niks meer. Dus zoals Hans, het enige wat hij nog ziet is angst. Ja. Hij wordt onmiddellijk doorgeschakeld als hij denkt aan vliegen. Hè? Ja. Hij denkt, hij ziet het beeld van zo'n toekomstige reis. Schakelt hij onmiddellijk door naar zo'n negatief gevoel. En hij maakt van een mug een olifant. Ja. Hè? En wat heeft hij nu gedaan? Wel, wat we gedaan hebben is dat beeld, hè, het denken aan, losgekoppeld van dat negatieve gevoel. En we hebben in feite, door zo te draaien, hè, maar dat is maar één techniek, er zijn er veel meer. Ja. Door zo te draaien hebben we een soort verwarring gecreëerd. Mm-hmm. En dus in plaats van die angst is er even zo'n verwarring. En dan vragen we, en wat denkt je dan nu? En toen zegt hij, als we maar veilig onder de andere kant kwamen. Eerst was het, als dat ding maar in de lucht blijft. En dus, ik heb dan een keer of 5, 6 gedaan. En telkens merkte ik dus dat hij rustiger werd, doordat dat losgekoppeld werd en dat hij op een duur zei van, ja, ik weet dat ik veilig aankom. Dus eens dat die verbinding van het zien van Nevada, hè, of herinneren, en dat gevoel, de negatief, die panische angst, losgekoppeld is en vervangen is door een ander gevoel. Door een goed gevoel? Dan als je dat lang genoeg volhoudt, ontstaat er een nieuw circuit. Ja. En dat kan in zo'n korte tijd. Dat kan dus inderdaad in heel korte tijd. Ja. Maar Hans? Maar we hebben veel meer gedaan dan alleen dat. Hè? Want niet alleen met de handen, we hebben ook met de ogen dicht en doorschakelen via knokkels. Ja. En we hebben meer dan een uur bezig geweest. Maar mag ik het eens heel simpel zeggen? Heel simpel. Slecht gevoel, angst, vliegtuig, koppel je los. Ja. Goed gevoel, vliegtuig. Ja. Koppel je vast. Ja. In je hersenen. Ja, zoiets. Heb je bij de terugvlucht aan dat goede gevoel gedacht? Moest jij iets doen? Kreeg je een opdracht? Ik kreeg niet echt een opdracht, maar ik deed het automatisch eigenlijk. Hij vroeg van, wat is een gevoel waar je je goed bij voelt, waar je controle hebt? Ja. En dan zei ik van, ja, als ik thuis op mijn terras zit en naar mijn tuin zit te kijken, ja, het is onnozel, maar dat is wel zo. En dus ogen dicht en van het moment dat ik aan een opstijgend vliegtuig begon te denken, schakelde ik over naar dat terras. Ja. En ik zat dus eigenlijk tijdens het opstijgen op mijn terras. Ja. Heel raar. Zo concreet is het eigenlijk. Ja. Wat we in het begin eerst gedaan hebben, is dat gevoel van angst opgeroepen en vastgehouden. Het gevoel van rust op zijn terras en controle vastgemaakt. En tegelijkertijd die gevoelens geactiveerd. Dus het een kwam naar boven en het ander en en dan krijg je zoiets. Hij zat daar te schudden en te beven. Dat zat er niet in, maar hij werkt dus met knokkels. Hij zegt van, dat puntje is het angstgevoel. Mm-hmm. En dat puntje is het rustgevoel. En als hij die twee dingen toen aanraakte, en dus ik met die twee beelden zat, ik weet het zelf niet, maar ik voelde het wel, dat ik dus zo begon te trillen. Ja, dat zat er niet in, omdat dat te lang duurt allemaal. Heel vreemd, ja. En het resultaat is dan, nadat die strijd gestreden is, komt hij tot rust. En als hij dan aan een vliegtuig denkt, wordt hij automatisch doorgeschakeld naar
De rust van het terras. Dat is een techniek. Dat is één van de technieken. Maar als hij nu volgende week, want het ging beter. Als hij nu volgende week weer gaat vliegen, wat hij niet gaat doen, denk ik. Maar ja, misschien wel. Dan wordt hij automatisch doorgeschakeld naar terras terug. Ja. Zonder dat hij er iets bewust voor moet doen. Ja, hij moet daar niks voor doen. Want ik dacht ook van, misschien is het gewoon, ja, de tweede keer dat ik met datzelfde vliegtuig vlieg en zo korte tijd op elkaar en ik ken het vliegtuig en het gevoel en misschien ben ik wel vanaf dat idee ook. Daarom dat ik mij rustiger voelde. Ja. Dus ik vraag me echt af, zo de ultieme proef is eigenlijk als ik de volgende keer dus met opnieuw vliegen. Ja. Ja. Maar dat heeft hij al gedaan, hè? Heeft hij al gedaan? Want na de oefening hebben we teruggevlogen naar Duitsland. En toen kwam dat verschil van 160 naar 125. Ja, het werkte wel. Maar ik vraag me af de volgende keer. Dus dat... Dat is het verstand, hè? Dat is het verstand dat ik niet kan geloven. Maar ik ga jou bellen, Paul, als ik het weer gevoel. Maar we drinken, maar we drinken vandaag al champagne. Hè? We drinken want het is gelukt, het is gelukt. Ik denk, ik kan me voorstellen dat heel veel kijkers zoiets hebben van, want het is ook nog voor andere dingen goed, hè? Vliegangst, wat nog meer? Fobieën? Fobieën, voor mij is allergieën. Allergieën zijn heel eenvoudig te herschakelen eigenlijk. Maar ook alle slechte gewoonten of dingen waar je bij beperkt bent. Ja, het zit allemaal tussen je twee oren. Ja, die dingen zeker en vast. Ja. Want je hebt verschrikkelijk veel boeken geschreven daarover. Ik heb het stapeltjes bij elkaar. Ja. NLP voor managers. Ja. Dan leer je ook hoe die goed verkopen en zo? Wel, daar kan je er dus ook mee doen. Maar dat boek is voornamelijk hoe ga ik beter met mezelf om. Ja. En hoe ga ik dan beter met anderen om? Ja. Als ik weet hoe dat ik van een mug een olifant maak, hè, dan kan ik ook van al die olifanten terug muggen maken. Maar dan weet ik ook hoe dat iemand anders dat doet. Dan krijg ik meer begrip voor anderen. Voilà. Ja? Hans, hou ons in elk geval op de hoogte. Dat ga ik doen. Ik ga morgen vliegen weer. Oké, volgende week daarover meer. En nog even toch en passant zeggen, want het is toch wel leuk om te laten weten. Gisteren is het nieuwe boekje van jou uitgekomen, De 12 Energiecentra, van Paul Liekes. Ja. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen ook op VTM-tekst nog eens alles nalezen. Website hebben we ook en ons adres, postbus 2500, 1800 Vilvoorde. Dankjewel, heren. Graag gedaan, Ingeborg.